welkom bij deze nieuwe vlog. Oh, ik zie eruit, jongens. Oh my gosh. Het is vandaag maandag. Ik ben echt net wakker. Of ja, niet net. Ik ben al een half uurtje wakker zo. En ik dacht, ik ga vandaag weer vloggen. Ik weet niet waarom. Ik had vandaag weer gewoon een dag dat ik dacht van, ik ga vloggen. Ik heb al heel lang niet gevlogd en ik weet dat jullie het altijd leuk vinden. Dus vandaag ga ik jullie een dagje meenemen in mijn leven. Wat ga ik vandaag doen? Ja, echt van alles. Ik heb net vanochtend een heel klein beetje administratie gedaan. En nu wil ik eigenlijk, ik wil 2 video's gaan maken deze ochtend. Ik heb lipomassage. Ik ga weer vandaag beginnen aan een dieet. Daar ga ik boodschappen voor doen. En ik ga jullie gewoon vandaag echt de hele dag meenemen. Dus ik heb best wel wat te doen vandaag. Het is nou, ik weet niet hoe laat, wel vroeg in de ochtend. Om 12:30 heb ik mijn lipomassage. Dus dan moet ik om 12:00 vertrekken. Dus ik wil het liefst voor 12:00 al klaar zijn met 2 video's. Want wanneer ik wegga, heb ik erna geen zin meer om nog een hele video te moeten maken. Dus ja, die wil ik af hebben voor die tijd. Maar dat moet lukken. Mijn haar is zo vettig, jongens. Het wordt echt tijd om het te wassen. Ga ik niet vandaag doen, want vandaag heb ik geen tijd. Maar ik doe wel gewoon een staart in of weet ik veel wat. Want ja, dit ziet er allemaal niet meer uit. Mensen, ik heb ook een lash lift gehad. Ik vind het zo mooi. De lash lift heb ik gehad waar ik ook mijn lipo-massages doe. Voor de mensen die het niet weten, ik heb lipo gehad op mijn rug, maar ik ga jullie daar straks allemaal meer over vertellen. Voor nu ga ik gewoon echt even mezelf klaarmaken, douchen. En dan ga ik denk ik beginnen aan mijn 2 YouTube-video's. Ik ga er sowieso eentje maken. En als ik het rest, maak ik er 2. Dus ja, daar gaan we vandaag de dag mee beginnen. Nou, mensen, ik heb net gedoucht. Ik heb mijn haren dus niet gewassen, ondanks dat ze zo vettig zijn. Maar die knal ik gewoon zometeen in de start. En dan ben ik klaar mee. Voordat ik verder ga met deze vlog, wil ik jullie wat nieuwe kleding laten zien. Want deze video is ook in samenwerking met Chiquelle. Je kunt hier nog een beetje hun naam zien. En ik heb 4 kledingstukken van hun ontvangen. En die wil ik jullie snel eventjes laten zien. Voor de mensen die Chiquelle niet kennen. Chiquelle is een officieel Zweeds kledingmerk, kleding online website. En je hebt hun nou ook hier in ons lijntje. En ze hebben echt de beste kleding ooit. Ik heb ze ook al vaker laten zien op mijn kanaal. De prijzen zijn niet heel goedkoop, maar de kwaliteit is ook echt goed. Ik vind de kleding van Chiquelle, de kwaliteit, beter dan de Zara, dan de H&M, dan al die basic winkels waar we normaal heen gaan. Helaas is het wel alleen maar online te koop, dus dat wel. Maar goed, als iets niet goed is, je kunt het gewoon altijd retourneren. Let wel op met de maten, want het valt een klein beetje klein uit altijd. Oké, ik ga jullie laten zien. Ik ga beginnen met kledingstuk nummer 1 en dat is deze prachtige jurk. Deze is zo mooi. De stof is zo goed. De kwaliteit is echt heel goed. Ik heb hem in maat XSS. Ik heb eigenlijk SM, maar die was er niet meer en ik wilde hem zo graag. Ik dacht, misschien is hij stretchy en pas ik gewoon de XS. Nog nooit in mijn leven heb ik XS gehaald. Ik heb geen XS lichaam. Maar ik dacht, weet je wat, als hij gewoon stretcht, dan is hij gewoon goed. En dat is ook echt. Hij stretcht gewoon goed mee. Hij is lang tot iets over de knie en ik vind hem echt prachtig. Ook lekker warm. Dus je kunt hem ook gewoon dragen als het een beetje kouder is of zo. En je hebt hem in een aantal kleuren. Ik ben gegaan voor de meest felle kleur in het rood. Mensen, deze jurk is echt hot mama. Hij is te klein. Maar op zich, hij past gewoon helemaal goed. Ondanks dat de maat echt 1 maat kleiner is dan dat ik normaal had gedaan, past hij eigenlijk gewoon echt helemaal goed. Hij zit helemaal niet te strak of iets. De kwaliteit is ook echt heel erg goed. I love it. Hij is echt dik en schijnt niet door. Echt top materiaal. Het is echt heel dik, jongens. Wauw, de kwaliteit is echt wauwie gewoon. Ik ben echt helemaal onder de indruk. Ik had het niet per se verwacht. Ik vond het gewoon een simpele rood iets. Maar ik vind het echt heel leuk. Dit staat echt heel vrouwelijk. Dan hebben we hier nog een jurk. Deze is echt super sexy en super mooi. Hij is niet sexy in de zin van heel bloot. Want hij is gewoon helemaal dicht. Maar hij zit zo mooi om je lichaam heen. Hij is echt heel strak. Ik heb hem in maat M. Hij is wel een beetje strak. Maar dat gaan jullie zo meteen zien. Heel erg mooi. Hij is hier helemaal zo geruffeld of hoe je het ook noemt. Hij is wel kort. Het is wel gewoon kort. Dit is meer iets voor uitgaan, naar de club, uit eten bij bepaalde plekken, wat dan ook. Het is niet gewoon je everyday, ik ga hiermee winkelen, kledingstuk. Kun je wel doen, maar dan ben je wel echt heel sexy in de stad. Maar ik vind hem echt heel mooi. Ook deze kwaliteit is weer heel goed. Niet zo dik als die andere. Het is wel een ander soort stof, maar wel echt heel erg fijn en schijnt niet door. Nou mensen, ik weet niet hoe ik van de ene jurk maat XS heb en die gewoon goed past en ik hiervan M heb en ik me hierin heb moeten proppen. Jezus, echt, het lukte me gewoon niet om hierin te komen. Ik ben back off, maar het is gelukt. Nu ik hem aan heb, voelt hij wel gewoon goed aan. Niet per se heel strak, maar om hem aan te doen, dat was echt een drama. Al met al vind ik hem wel heel mooi. Hij zit gewoon heel mooi om mijn figuur heen. Dat vind ik echt toppie. Maar ja, ik had liever maat L moeten doen, joh. Echt, jongens, normaal heb ik echt gewoon maat S, hè. Maar dit heeft echt nul stretch of zo. Ik weet het niet. Maar
goed, ik vind hem wel heel mooi. De kwaliteit is heel goed. Hij schijnt ook helemaal niet door. Maar goed, wel echt een gedoe om aan te doen. Hij zit echt heel mooi om mijn lichaam heen. Dat vind ik top. En ik vind de kleur echt heel mooi. Het is echt een hele mooie chocoladebruin. Dat vind ik wel echt toppie. Dus ja, ik zou hem zeker wel dragen. Maar ik moet dan wel gewoon een beetje hier en daar een beetje mijn adem inhouden. Dan heb ik hier deze hele leuke top in het zwart. Hij lijkt heel normaal, wat hij ook eigenlijk gewoon basically is. Wacht, ik heb hem niet goed vast, oké. Deze top, het is gewoon een zwart truitje, maar van de achterkant is hij dus open. Hij is zo hier zo dichtgestreekt, maar dan hieronder en hier is het zo open. Ik heb nou lipo gedaan op mijn rug, dus vet weggehaald op mijn rug. Dus ik heb nou een hele mooie rug en ik dacht, ik ga alvast iets halen met een open rug, want dat vind ik wel leuk. En deze is ook weer super stretchy en ook weer heel erg dik materiaal. Deze heb ik in een maat. Welke maat is dit? Is dit misschien one size? Ik weet niet. Ik zie geen maat. Misschien is het gewoon één maat. Maar ik zet sowieso alles beneden in de beschrijving. Jij hebt hem ook in een aantal kleuren. Ik vind hem echt heel leuk. Deze top is echt heel leuk. Zo lijkt hij gewoon heel normaal. Je moet het niet met een normale BH aandoen. Zonder een BH. Maar dan heb je zo dit. Dit vind ik echt heel leuk. Zo open rug. Heel apart ook. I love it. Dat maakt het net toch nog een beetje anders. En de kwaliteit is echt heel erg goed. Hij voelt lekker dik aan. Schijnt niet door. Kijk even die achterkant hoe leuk. I love it. En last but not least is deze bodysuit. Jongens, jullie weten, ik ben een bodysuit fanaat. Ik draag hele dag bodysuits in jeans. En deze leek mij zo ontzettend mooi. Hij is zo off-shoulder. Daar hou ik van. Ik vind dat altijd heel mooi. Deze heb ik in maat M. Hij is wel een beetje strak, maar het is oké. En de kwaliteit is ook weer zo goed. Hij is zo dik en hij zit echt hier zo goed vast. Hij valt niet de hele tijd omlaag. Dat is ook echt heel vaak met over-shoulder kledingstukken. Maar ik vind hem echt heel leuk. En dan gaat hij zo onder dicht, want hij is een bodysuit. I love it. Dit is echt de mooiste bodysuit ever. I love it, jongens. Ik zal ook even de andere kant goed laten zien. Zo off-shoulder en hij is ook echt goed strak gewoon. Ik vind hem echt fantastisch. De kwaliteit is echt heel goed. Hij zit echt goed strak vast. Dit gaat echt nergens heen, letterlijk. Echt fantastisch, jongens. I love it. Ook heel leuk met de broek die ik nu draag. Alleen die schijnt wel een beetje door. Kijk, je kunt de bodysuit hier helemaal zien. Maar voor de rest is het echt leuk, jongens. De kwaliteit is zo goed en de kleur is zo mooi. Beetje zo glinsterig bruin, als je het goed kunt zien. Echt fantastisch. Oké, jongens, dat waren dan alle kledingstukken van Chiquelle. Ik zet alles beneden in de beschrijving. En vergeet ook niet mijn kortingscode te gebruiken, want dan krijg je 20% af van de hele website. Oké, nou ga ik dus verder met de orde van de dag. Ik ga dus een YouTube-video maken. Ik ga een nieuwe make-up collectie testen van Kiko. Die is roze met zilver. Dus ik ga iets doen wat ook zo die kleur is. Ik denk dat ik ga voor achtergrond zilver en dan kleding roze of zo. Even kijken. Let niet op mijn troepkast. Die ga ik waarschijnlijk vandaag ook opruimen als ik tijd ervoor heb. Ik wil iets roze hebben. Iets licht roze. Oké, ik heb dit truitje. Die is wel cute, maar die heb ik al wel eens gedragen in mijn video. Maar het is wel heel lang geleden. Ja, ik zie niks anders. Ik ga gewoon hiervoor. Oké, nou, dit wordt het dan. Dit truitje, deze oorbellen en deze zilveren sieraden. En dan ga ik zo een staart naar achteren doen. En dan kunnen de oorbellen lekker shinen. En dan match ik helemaal met de collectie. Tijd om de YouTube-video's te gaan maken, jongens. Dit is dan waar ik altijd mijn video's maak. En kijk eens wie hier zit. Mijn kat. Susu heet hij. Hij is zo lief. I love him. Hier staan al mijn video-ideetjes. Elk bakje is een video. Dus ik heb hier de Kiko-collectie. Dus die ga ik vandaag gebruiken voor de video. Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Mijn telefoon valt heel tijd. What the F. Nou jongens, ik ben onderweg naar mijn lipomassage. After lipomassage. Ik heb me toch een partij productieve ochtend gehad. Ik heb 2 YouTube video's gemaakt. Ik heb samenwerking content gemaakt voor Instagram. Die ik vandaag nog helemaal niet hoefde te maken. Maar ik dacht, ik knal er gewoon bij. Want dan ben ik er ook gewoon vanaf. Straks ga ik de video's editen en zo. Maar nou dus eerst naar de massage. Voor de mensen die het nog niet weten. Ik heb 3 weken geleden lipo gedaan. Dus vet weggehaald op mijn rug bij de BH-band. Die vetjes. Want hoeveel ik ook afval, die gaan gewoon niet weg. En na lipo moet je altijd massages nemen. After lipo massages. En die moet je nemen om het vocht weer weg te laten gaan. Want als jij vet weghaalt, gaat er zich vocht ophopen. En die vocht moet weg. Die moet worden verplaatst. Die moet daar weg. En dat kan dus door middel van die after lipo massages. Als je die massages niet neemt, gaat het vocht ook niet weg. En het vocht gaat zich zeg maar nestelen op de plekken waar het vet zat. En dan ben je gewoon alsnog ja, dikker.
Dus ja, het vocht moet echt weg. En ik overdrijf niet. Die lipo-massages zijn pijnlijker dan die hele lipo-operatie überhaupt. Die massages zijn echt niet te doen. Ik moet wel zeggen, ik ben nu al 3 weken verder. Dus de pijn is al wat minder. Maar ja, het zijn wel echt pijnlijke massages. Maar het moet echt. Het moet gewoon echt als je een goed resultaat wilt. En het is een beetje zonde als je zoveel betaalt. En dat je dan gewoon achteraf niet happy bent. Dus ja, daar moet ik dus nou heen. Ik moet er 5 en dit is nou mijn 2e. Dus ik zie jullie zo meteen weer. One hour later. Oké, mensen, ik rijd nou weg van mijn massage. Uurtje massage gehad. Mijn rug doet weer lekker veel pijn. Waar moet ik heen nou, joh? Nu, de volgende stap is naar de Albert Heijn XL. Want, zoals ik al zei, volgens mij toen straks, ben ik weer vanaf vandaag weer op dieet. Ik stond vandaag op de weegschaal en ik schrok me dood. Het is echt belachelijk hoe snel ik aankom. Maar ik moet ook wel zeggen, ik heb me een beetje laten gaan. Dus ik ga nou boodschappen doen. En, want ik doe altijd, wanneer ik begin met mijn dieet, doe ik altijd grote boodschappen. En dan haal ik allemaal gezonde shit en zo. En dan kan ik weer gewoon een week vooruit. Dus dit lijkt mij ook de ideale manier om jullie een soort van what I eat in a day te laten zien. Dan kan ik ja, alle snacks laten zien die gezond zijn. Of ja, niet per se gezond, maar goed voor een dieet. Wow, ik ben hier echt helemaal afgeleid. Dus ik neem jullie gezellig mee. Gaan we boodschapjes doen. En dan daarna zal ik laten zien wat ik allemaal heb gekocht. Hey mensen, ik ben weer in mijn slaapkamer. Het is me een partij slecht weer buiten. Oh my gosh. In ieder geval, ik zal jullie even laten zien wat ik allemaal heb geshopt bij de Albert Heijn XL. Als je dat shoppen kunt noemen. Boodschappen kosten me weer 56 euro. Maar we kunnen weer even vooruit. Iets wat ik niet voor mij heb gehaald, maar voor mijn kat zijn kattensnacks. Deze liquid snacks. Anti-haarbal brokjes, dingetjes, snackjes. En zijn fave, deze vissticks. Deze vindt hij echt lekker. Iedereen vraagt altijd wat die liquid snoep is die ik altijd haal voor hem. En dat is dus deze. Die vinden ze heel lekker. Dus mijn kat ook weer blij. Dan ga ik het eventjes opdelen in avondeten, lunch en snacks. Ontbijt doe ik niet, want ik ontbijt nooit. Want ik doe intermittent fasting. Wat inhoudt dat ik niks eet vanaf 8 uur 's avonds tot de volgende dag 12 uur middag. Dus ik eet geen ontbijt. Ik zal beginnen met lunch en dan snacks en dan avondeten. Oh nee, wacht. Ik zal beginnen met drinken. Wat drink ik? Pepsi Max. Jullie hebben gezien in mijn andere afvalvideo's een paar jaar terug. Toen ben ik 20 kilo afgevallen. Die video's staan al online. Ik zal ze in de beschrijving onder de video plaatsen. Mocht je willen weten hoe ik 20 kilo ben afgevallen. En ik dronk altijd cola zero. Ik haat water. Ik kan niet leven op water. Ik moet iets zoets hebben. Maar zonder calorieën, zonder vetten, zonder suikers. Dus Pepsi Max is daar ideaal voor. Ik weet, het is niet goed voor je. Maar qua afvallen helpt het je wel. Dus deze drink ik altijd. En zoals ik al zei, ik vind water super vies. Dus ik heb deze water ontdekt. Spa Touch Raspberry Apple. En die heeft een geur. Volgens mij is het alleen maar de geur. Maar dan is het gewoon alsof het lekkerder is dan dat het is. Dus dit is het water wat ik elke dag drink. Wacht even. Deze flessen. Ik drink 1 fles per dag. Je moet 2 liter drinken. Ik drink 1 liter. Ik heb al moeite met 1. Dus laat me gewoon rustig gaan beginnen. En als laatste drinken magere melk. En die gebruik ik ook voor mijn shakes. Dus dat is wat ik drink als ik op dieet ben. Oké, dan nu wel echt lunch. Mocht je je trouwens afvragen hoe ik weet wat precies bij mijn dieet past. Ik gebruik de app MyFitnessPal. En terwijl ik in de Albert Heijn ben, scan ik gewoon allemaal die barcodes van alles. En dan kan ik zien hoeveel vetten, suikers, calorieën, etc. En als het laag is, dan is het dus ideaal voor mijn dieet. Want ik zit op een calorieën dieet, dus ik mag niet te veel calorieën per dag. Oké, qua lunch. Dit is een van mijn meest makkelijke opties. Gewoon optimaal. 0% vet, kwark. En dit is stracciatella. I love it. Ik eet deze en ook de smaak vanille. Vind ik allebei heel lekker. Ik heb hier mijn crackers. En wat ik er dan op doe is dieet kaas. Deze, die is heel laag in calorieën. Of Hütchenkäse. Deze. Dit is de meest gezonde kaas die er is. Dus dit doe ik dan op. Of kipfilet. Dat kan ook. Maar voor nu heb ik alleen maar dit. Of
een soepje. Ik hou van soep. Let wel op met kant-en-klare soep. Veel suikers, veel zout, veel vetten, etc. Dit is een van de weinige die gewoon echt laag is in alles. Oma's soep. En dan heb ik de champignon. I love it. Nou, dat is dan een beetje wat ik altijd eet voor lunch. Dan ga ik nou over op snacks. Een van de makkelijkste snacks is gewoon fruit. Deze snoep fruit, komkommer, paprika. Oh. Of een tomaat. Deze zijn wel wat duur. Je kunt ook gewoon normaal fruit halen. Maar ik vind het altijd heel fijn zo in snack formaat. Dat vind ik heel handig. Let wel op. Als je snack fruit haalt, haal echt deze droge gewoon. Haal niet die waar zeg maar wat water in zit. Want die zitten vol met toegevoegde suikers. En dat is niet wat je wilt. Dus haal echt deze. En ik vind ze oprecht echt lekker. En dan heb ik hier ook dunne mais en waffles. I love them. En ik heb de smaak kaas. Iets meer kalloos dan fruit. Maar wel gewoon lekker. En wanneer ik weg moet en ik heb niet echt tijd voor lunch of wat dan ook, eet ik ook vaak snelle Jelle. En die heeft geen toegevoegde suikers, niks. Twee van die is één lunch of gewoon eentje als snack. Dus het kan als allebei. Dan de meer ongezonde snacks. Af en toe in mijn dieet echt crave ik naar chips, naar koek, naar al dat lekkernij. Wat ik normaal dus gewoon eet. En wanneer ik dat heb, heb ik dus ook opties. Dit merk is echt ideaal, want die heeft allemaal dat soort namaaksnacks in een meer gezonde versie. En ik heb hier dus speculoos zonder suikers. Dus echt ideaal. Ook haal ik van hun altijd dit soort cakejes. I love them. 100 calorieën maar per stuk. Dus echt ideaal. En geen suikers. Dus ook fijn. En ik ben echt een chipseter. Ik hou van chips. Maar chips is gewoon zo 800 calorieën per zak. En ik eet een zak. Ik ben niet van het handje. Ik eet echt gewoon een hele zak. Dus ik heb ook daarvoor een alternatief gevonden. Proper chips. Deze hele zak heeft maar 400 calorieën. Is nog wel veel. Maar als je het vergelijkt met normale chips, waarvan het 800 is, is het gewoon de helft van normale chips. Dus dit eet ik allemaal wanneer ik gewoon een beetje wil snacken en ik een beetje een cheat day heb. Qua avondeten, als je op dieet bent, het beste is gewoon ga gewoon lekker koken. Zoek gezonde recepten op online en kook lekker. Echter, ik ben geen kok, ik ben geen koker of hoe je het ook wilt noemen. Ik haat koken, ik heb geen zin. Dus ik was op een missie een paar maanden terug om kant-en-klare maaltijden te vinden die gezonder zijn dan normaal. Want kant-en-klaar is vaak bomvol met suikers, vetten, zout, etc. Maar ik heb het een en ander gevonden. Sushi. Deze heb je bij ons bij de Albert Heijn XL. Heb je helaas niet overal. Deze is kip. Dus die is ook nog eens gezonder dan ja, kaas of wat dan ook. Deze heeft slechts 300 calorieën. 300. Een normale avondmaaltijd heeft er misschien 800. Ik kan er ook gewoon twee op als ik wil. Ik doe altijd één is genoeg. Dan ben ik altijd wel vol. Maar dit is dus mijn avondeten vandaag. Gewoon super makkelijk. Super snel. Laag in alles. En ik heb ook dit soort kant-en-klaar maaltijden gevonden. Zijn niet echt heel lekker. Het is lekkerder als je gewoon kookt. En heel veel zijn ook gewoon slecht. Dus ik heb gewoon alles gescand. En ik heb gewoon gepakt wat echt laag was. Zoals deze pasta bolognese. Die is heel laag in kalloze vetten en zo. En deze groente lasagne. Je zou denken dat die hoog is, maar het valt mee, want het is niet veel. Het is een kleine portie. Dus wanneer je het ook met die app scant, is het ook gewoon te zien. Of ik neem salade. Dit is een maaltijdsalade. Let wel op, heel veel maaltijdsalades zijn echt slecht. Zijn hoog in calorieën, hoog in vetten. Dit is een van de gezondste. Dus dit kan ik ook als avond eten. Dus ik heb hier nou 4 gerechten voor 4 dagen avondeten. Nu is het iets van 3 uur volgens mij of zo. Ik eet om 5 uur avondeten. Ik ga wel nou even iets eten van lunch. Ik denk dat ik crackers ga maken. En dan ga ik editen tot 5 uur. En dan is het tijd voor avondeten. Het is hier nou echt een bende. Ik ga alles dus in de koelkast doen. En hierin doe ik al mijn snacks. Maar hier zit al het een en ander in. Dus ik ga even alles wat ongezond is eruit halen. En dan alles wat daar ligt hierin doen. En ook hierin zit heel veel ongezond. Zoals hier allemaal kaas en zo. Dus dat ga ik er ook uithalen. Dus ik ga alles opruimen. En alles vol maken met al deze gezonde shizzle.
Nou, alles ziet er een stuk beter uit. Hier zijn dus alle snackjes. Dan hier de koelkast. Er is niks meer ongezond. En dan heb ik nog hier in de la. Hier heb ik de crackers. Hier heb ik mijn kippen en soepjes en zo. En hieronder heb ik al mijn supplementen en mijn maaltijdshakes en zo en alles gestopt. Nou, dit was echt een gedoe. En nu ga ik echt eventjes mijn video's editen. This is the prayer of many love. Oké, jongens, ik heb gegeten. Ik heb geëdit. Het is nu 4:15. Ik ga nu even snel naar beneden om te zien of er pakketjes zijn. Als je je afvraagt waarom ik mijn badjas heel te aan heb. Het is koud. Dus ik heb hem gewoon even aangedaan om het ietsje warmer te houden. Ik ga nu naar beneden. Ga ik even kijken of ik pakketjes heb ontvangen. Ik ga overdag niet echt naar beneden omdat mijn moeder beneden werkt. Dus ja, vandaar. Hi, Sia. Wil je snoepjes? Wil je ze snoepjes? Ja, tot dan. Ja. Dus ik heb snoepjes gehaald voor jou. Kijk. Ben ik wit? Ja, altijd. Nee, ik ben nog zo wit, hoor. Ja, je bent altijd wit. Hij is zoet, ben wit, zoet. Hij is zwart. Zoet is zwart. Ik ga mijn moeder nog ophangen, of wat? Nee. Nou, ze heeft eindelijk opgehangen. Wat is er aan de hand? Ik ben aan het vloggen en ik wil dit aan de mensheid laten zien. Wat ik heb gekocht. Ik heb dit gekocht. Weet je wat dit is? Massage. Kussen voor de nek. Oh, ik ken het van bol.com toch, je ziet? Ja. Ja. God weet waarom ik dit heb gekocht, maar oké. Online had hij hele goede reviews. Ik weet niet hoe dit moet. We gaan zien of de online reviews kloppen. Hij is wel echt groot, man. Ja, online stond dat iemand haar nek, nee, haar hoofd niet kon draaien. Niks meer. En door dit ding lukte het weer. Eusje, nou gaat hij aan. Ik ga stuk. Kijk dit. Ik ga stuk. Oké, wacht. Hij moet zo... Gaan we zo bij je nek. Ik denk dat ik het niet goed doe. Ik ga stuk. Wacht, misschien moet je andersom. Je moet dan zo je handen hierin doen. En dan zo vasthouden. Ik ben hier aan het struggelen. Dit ding heeft echt nut. Ik ga stuk. Je kunt hem doen bij je nek of je benen of waar je ook wilt. Mensen, dat massage ding is echt een succes. Hij is ook echt lekker. Hoe kan ik het beschrijven? Hij is lekker stevig. Hij is gewoon stevig. Hij doet hier ook echt iets. Ik voel ook gewoon echt iets. Ik ga nou even mijn make-up eraf halen. Ik heb hier micellaire water van Garnier. Ik gebruik die altijd om mijn oogmake-up ermee af te halen. Ik wilde nog vandaag mijn kast opruimen, maar ain't nobody got time for that. En ik heb echt geen zin meer. En ik vind dat ik vandaag echt al veel heb gedaan. Dus het is wel genoeg geweest voor vandaag, denk ik. Dan ga ik mijn gezichtsmake-up eraf halen met deze Pixie Milk Hydrating Cleanser. Dan is het tijd voor toner van de Body Shop Vitamine E Hydrating Toner. En terwijl dat een beetje intrekt in mijn huid, ga ik in met mijn Overnight Lip Masker van Burt's Bees. Is echt een heel fijn lipmasker. En als een nachtcreme heb ik deze van L'Oreal. Age Perfect Nacht... nachtcreme. Ik gebruik altijd veel nachtcreme. Ik breng echt lekker veel aan. Lekker een dik plamuurtje. Ook hier bij de nek. Vergeet niet je nek. En dan handen wassen. En als laatste wat handcreme. Ik heb deze handcreme van Tony Moly of zoiets. Die had ik gehad in een goodie box. Ik vind het echt een hele fijne refreshing handcreme. En ik breng het niet alleen aan op mijn handen. Maar ik trek het ook altijd een beetje zo door... Over mijn armen. Ik ben weer helemaal clean. Nou, dit was het dan voor vandaag, jongens. Dit was mijn vlog. Het is nou einde van de dag. Ik ga nu gewoon in bed Netflixen of wat ik ook ga doen. Ja, vast gewoon dat. Ik ga niks meer echt doen. Want het is klaar. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de vlog. Als je vaker vlogs wilt zien, let me know. Want dan zal ik ze ook vaker maken. Laat me gewoon overal gewoon weten wat je allemaal wilt zien op mijn kanaal. En zoals altijd hoop ik dat jullie weer hebben genoten van de video. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats je ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hier om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!